geprobeerd met behulp van data, net zoals in het eerste seizoen, een verhaal te vertellen. Dit is bijvoorbeeld, ik zal even teruggaan naar de animatie, dit is bijvoorbeeld baggerschepen die de Tweede Maasvlakte aanleggen over een periode van 3 jaar. Dit is ruwe data in beweging. Dat is iets wat niet mogelijk is om te filmen of te registreren vanaf een helikopter. Maar naar dit soort data zijn we op zoek geweest. Het eerste seizoen was voornamelijk gebaseerd op hoe kunnen we die animatie zo interessant mogelijk maken. We hadden ruimte voor ongeveer 20 animaties en dan is het toch hartstikke leuk als je een beetje variaties kunt aanbrengen. Dat je niet steeds dezelfde soort stipjes op Nederland geprojecteerd hebt of steeds dezelfde soort strepen. Dus we hebben echt geprobeerd dan op basis van punten, maar ook op basis van vlakken, te variëren in de visualisatie. Ik weet niet, op het grote scherm zie je daar een aantal voorbeelden van. Locaties van boerderijen, dus dit zijn de boerderijen in de Flevopolder. De vlakken voor het aangeven van bebouwing, zoals je in die animatie zag, hoe Nederland gebouwd werd op basis van 9,5 miljoen puntjes door de tijd heen. De verplaatsingen bijvoorbeeld van vliegtuigen, dat waren dan de lijnen. De hotspots, dat zijn bijvoorbeeld de bellers in Amsterdam met Koninginnedag, om te kijken hoe mensenmassa's zich voortbewegen. En dan tenslotte ook intensiteiten, bijvoorbeeld voor onze overstromingsreconstructie die we vorig jaar hadden, op basis van rampscenario's, mochten dijken gaan doorbreken. Dus dat was het eerste seizoen. En nou, toen was het even, oké, wat kunnen we nou in het tweede seizoen anders gaan doen, waardoor het toch interessanter wordt. En nou, we hadden sowieso het aspect tijd. En we hadden ook, en dat was voornamelijk de grote wens van Geert, om breder te kijken dan alleen naar Nederland. Dus dat bood een hele hoop perspectieven. Waaronder bijvoorbeeld het volgen van vogels die over lange afstanden naar bijvoorbeeld Afrika migreren. Maar er was nog iets anders wat we wilden proberen te gaan doen in het tweede seizoen. En wat ons toch aardig gelukt is, waarvan ik een paar voorproefjes zal laten zien. Dat is het combineren van datasets. Dus, je laat niet één dataset zien bijvoorbeeld van vliegtuigen, maar je combineert dat nog met een tweede of met een derde dataset. En juist dat spanningsveld, dat leverde mooie verhalen op. Een voorbeeld daarvan is een animatie die we hebben gemaakt op basis van sneeuwdata. We hebben op vrijdag 3 februari 2012, ik weet niet of jullie dat kunnen nog herinneren, maar het was ook een vrijdag waarop het hele land vastliep in de sneeuw. Dus de hele spits die begon dus eigenlijk al om 2 uur 's middags en die eindigde tot 19 uur 's avonds. En dat hebben we gecombineerd met data van strooiwagens van Rijkswaterstaat. Alleen al dat proces was heel erg moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Maar er is een bedrijfje in Wageningen die dat soort vrachtwagens trackt voor Rijkswaterstaat om precies te zien hoeveel zout er gestrooid wordt per vierkante meter op de Nederlandse snelwegen. En tenslotte hebben we dat gecombineerd met data die vragen binnen. En het resultaat, dat zien jullie hier. Ik laat niet de hele animatie zien, maar jullie zien hier, dat is vrijdagochtend 8 uur. En er is al in Utrecht worden druk gestrooid. En vervolgens in Amsterdam. En je ziet die sneeuwbuien op ons afkomen. Het is inmiddels 12 uur 's middags. En het vervelende van die storm is dat die betrekkelijk lang in het midden van het land bleef hangen. En je ziet de strooiwagens van onderen naar het zuiden trekken om al die wegen gaande te houden. En wat op zich wel aardig was, de sneeuwbui is dan weg aan het eind van de vrijdagmiddag. Maar de chaos is compleet, want mensen zitten door het hele land helemaal vast. Ik wil hier ook mij onlangs. Maar gisteravond heb je iets heel bijzonders gedaan. Hè? Je bent gaan vliegen en dat was echt bijzonder. Vliegen niet, maar wat was er zo bijzonder? Nou, het vliegen ook, maar we hadden eindelijk toestemming om 's nachts te vliegen. In Nederland heb je best wel veel regeltjes. Dus daar zijn we een half jaar geleden mee begonnen om dat te regelen. En gisteren was eindelijk het moment daar om boven Rotterdam, dat is toch wel de mooiste stad vanuit de lucht, met alle wolkenkrabbers, om dat op die manier in beeld te brengen. En de mensen die in die wolkenkrabbers aan het werk zijn, of al televisie aan het kijken zijn, of wat dan ook. Kan je dat zien dan? Die vliegt dus het gebouw door? Nee. Want we mogen slechts op 400 meter hoogte, ja. 's nachts. Dus we waren wel steeds aan het overleggen van, kom, we stiekem nu wat lager gaan. Nog iets lager. Maar er zit dus steeds zo'n toren op de achtergrond. Ja, je zit nu 50 meter eronder, hup, daar boven jullie. Dus dat mag niet helemaal, maar wat we gedraaid hebben is wel echt spectaculair. En we hebben natuurlijk nu in de winter, zoals je nu kunt zien, beelden gedraaid. Maar wat we gisteravond hebben laten zien, je ziet het wel eens als je vanuit het vliegtuig natuurlijk terugkomt naar Nederland toe. Maar dit is echt on-Nederlands. Dit is New York of weet ik wat of zo. Dus daar wilde ik een heel klein stukje van laten zien. Dit is echt heel vers van gisteravond, dus er zit nog geen muziek bij of wat dan ook. Maar dat is dit. Rotterdam in de buurt van de
Erasmus. Oh. Nou, daar hoop ik dus op, hè, dat effect. Gelukkig. En wat je hier ziet daar links, die toren, dat is de Montevideo-toren. Daar zijn dus al wat mensen thuis, dus wij zijn daar later echt gewoon heel de tijd vol blijven hangen, net zolang totdat iemand tevoorschijn komt en maar iets gaat doen. Ja. Oh, die brug is ook mooi, hè? Ja. Jezus. Dus, en nou moeten wij gaan bedenken wat wij hierbij gaan vertellen, hè? Want je ziet daar een toren. Je kan iets vertellen over dat er een trammetje gaat en dat de laatste passagier naar huis toe wil. Of dat hij net ontslagen is en geen zin meer heeft in het leven. Nou, dan moeten we dus allemaal kleuren aan gaan toekennen. Maar dit, tegelijkertijd wil je ook zoiets van helemaal niets vertellen en gewoon kijken. Want het is zo waanzinnig mooi. Toen ik klein was, kon ik uren naar de mooie kaarten van de atlas turen. Hele zondagmiddagen, nee, hele zondagen, bracht ik door in de atlas. Ik was vooral gefascineerd door het allergrootste land, de Sovjet-Unie, die toen nog een zesde van de aarde bedekte. Het land dat zich uitstrekte van Duitsland tot aan de Verenigde Staten. Het hoofdstuk over Nederland sloeg ik altijd over. Daar woonde ik al, ik wist al hoe het eruit zag en welke mensen er woonden. Dat dacht ik althans. Dat is nu veranderd. Dat begon toen ik een kinderversie ging maken van de VPRO-serie Nederland van Boven. Nederland bleek ineens een spannend land te zijn waar je niet op raakt uitgekeken. Dat gevoel krijg je ook bij het doorbladeren van deze nieuwe bosatlas, waar de beelden van Nederland van boven terugkomen, gecombineerd met die onmogelijke feitjes waar de bosatlas patent op lijkt te hebben. Zoals... Zo zag ik net al waar de meeste zware drinkers zitten. Ik zag ook Noord-Limburg staan daar trouwens. Of waar de meeste geweldsmisdrijven plaatsvinden. Amsterdam. Of inbraken. Amsterdam. Of fietsendiefstallen. Barneveld, Nergenveld. Amsterdam. Maar ook lichtere kosten, zoals de dichtheid van volleyballers in Nederland. Die zitten vooral in Friesland en Drenthe. Feitjes die heel veel vertellen over het land waar we allemaal vandaan komen. Ik weet zeker dat ik over 20 jaar nog steeds door deze atlas blader. Dat wil zeggen als die tegen die tijd nog niet uit elkaar is gevallen.